Nou, hier zit ik in de eerste echte elektrische vliegtuig. Uh, en ik zit hier met Matthijs Collaert, dat is de, de investeerder en ook de harde meewerker aan een vliegschool. Wanneer word je nou wakker en dat je dan denkt, ik wil een vliegschool beginnen? Een ja. elektrische vliegschool, wanneer, wanneer gebeurt dat? Ja, dat, dat was uh, in november denk ik, toen ik uh, voorgesteld werd aan uh, Evert-Jan, mijn Compion. En hij is een uh, hele ervaren vlieger en piloot en uh, hij had al heel lang het idee dat hij een vliegschool wilde. En ik dacht van, ja, dat is echt lekker concreet. Daar kan ik echt mee aan de slag. Ik wil al langer iets in de duurzame luchtvaart doen. En dit als ondernemer, ja, dit is, uh, hier kunnen we wat mee. Ja, dus want uh, jij bent ondernemer hè, ja. van de ICT. Wat doe je allemaal voor, voor bedrijven? Ja, ik heb een ontwerpbureau opgericht. Hike One heet dat. Uh, User Experience Design. Uh, je ook maakt een, appjes en websites. Ja, inderdaad, ja. ja. En dat is uh, best succesvol. En daar hebben uh, we veel mee gedaan. En... Uh, ja op een gegeven moment merkte ik wel dat ik mijn eigen pad niet meer zo goed kon uh, kon kiezen omdat we groter werden en afhankelijk werden van een paar grote klanten ja. en ik wilde weer mijn eigen richting op en uh, zelf iets uh, kleiner. Dus je bent nog steeds eigenaar van het bedrijf ja. maar je bent toen nu dit dit begonnen echt en en ja. dit is dus a is het hartstikke nieuw een nieuwe vliegschool maar ook inderdaad met elektrische vliegtuigen is dat ook wel behoorlijk uh, nieuw. Ja, ik wilde heel graag iets leren van deze sector. Want ik wilde iets in de elektrificatie. En automotive had ik zoiets. Ja, dat had ik misschien 10, 15 jaar geleden iets moeten starten daarin. En dit staat aan het begin van een nieuwe evolutie. Of revolutie misschien wel. En ik dacht, ja, daar moet ik bij zijn. Carrière switch. Kan je beter in zo'n sector stappen? Vertel eens even wat je geleerd hebt over elektrisch rijden in de afgelopen. Hoe lang ben je nu mee bezig met dit? Vliegen? Of elektrisch rijden? Vliegen. Nou ja, ik weet uh, welke modellen er allemaal zijn en welke toestellen er zijn. En ik weet ja. wa wat, wat er al echt mogelijk is. Ik weet ook redelijk goed wat er in de toekomst Laten ja, we even eerst even praten over dit apparaat. Wat, ja. wat, hoe heet het ding en, uh, en, en wat zijn de specs ervan? Dit is een uh, Pipistrel Velis Electro. Dit is het eerste gecertificeerde toestel uh, volgens de EASA-regelgeving, wat elektrisch mag vliegen. Ja. Het heeft 22 kWh uh, batterij. Het kan een uur vliegen, maar het mag 50 minuten vliegen. Je moet 10 minuten reserve uh, overhouden. <coughs> en het is een uh, toestel ontwikkeld voor, uh, voor opleidingen. Dus dit is waar je vliegopleidingen op kan, uh, kan krijgen. En daar is die endurance ook uh, goed genoeg voor. Daarmee kan je prima uh, ja, je, je private pilot license uh, halen. Ja. En is dat voor. is ongeveer het enige wat je ermee kan doen. Want je kunt, je kunt inderdaad maar 50 minuten vliegen maximaal. Ja. En je mag ook niet zomaar een uurtje die kant uit vliegen. Want dan moet je na 30 minuten alweer landen ja. geloof ik. Ja, je hebt, uh, als je op hetzelfde vliegveld uh, bent, blijft, als het in zicht blijft, dan mag je lang in de lucht blijven. Als je naar een ander vliegveld gaat, dan moet je een half uur reserve aanhouden. Ja. Dus er zitten nog allemaal gigantisch veel ja. regels wat allemaal niet mag. Ja. Zelfs een propeller die de energie weer terug uh, wint, zeg maar, dat mag op dit ogenblik nog niet. Nee, inderdaad. Dat, uh, dat hebben ze wel op een vorig model gehad, maar het is niet goed gekeurd nog. Uh, dat zou heel mooi zijn. Dan konden we weer 15% extra vliegen. Ja. Maar, dat okay, gaat... maar jij bent al bezig met ja. de vliegtuigen voor over twee jaar. Wat kunnen we dan verwachten? Uh, over twee jaar hebben we een toestel wat, wat twee uur vliegt met een half uur reserve. En daar zitten zit ook veel meer uh, instrumenten in. En dan kunnen we andere opleidingen opgeven. Uh, en dat is voor vliegscholen helemaal interessant, want dan is het eigenlijk ge geen reden meer om met een uh, brandstofmodel uh, te vliegen. Um, en als we nog verder kijken, ja, dan komen ook de vierzitters en dan tienzitters. En dan gaan we ook de commerciële luchtvaart uh, gaat de elektrisch vliegen. Vijf jaar van nu, wat denk jij. Uh... Ja, er zijn, er zijn heel veel fabrikanten nu bezig, er wordt ontzettend veel in geïnvesteerd. Je ziet dat er vanuit de automotive enorm veel ontwikkelingen in die batterijtechnologie ook naar de luchtvaart uh, komen. En uh, er zijn heel veel bedrijven die zeggen dat ze in 2024, 2025 al negen al tienzitters op de markt brengen. Uh, maar dat zij dus ze een paar jaar. En die ook duizend kilometer ver kunnen gaan, ja, ja, dat is ongeveer ja. de range. Ja, het is, het, uh, min, minimaal 500 wel en tot 1000. Ja. Dus stedentrips in Europa en dat soort dingen, dat zou allemaal prima elektrisch moeten kunnen. Over. Okay, en als investeerder die je nou een beetje vooruit denkt, wat ja. zie jij nou voor een andere markten? Want enerzijds, natuurlijk, hetzelfde doen met een elektrisch vliegtuig, maar dat is niet, dat is niet super aantrekkelijk. Nee. Wat, is, wat, wat kunnen we nou met dit, dit, dit soort dingen doen dat je met gewone niet kunt doen? Uh, nou ja, uh, je hebt ze net over horen komen, ze zijn een stuk stiller. Hè? En de meeste luchthavens, die hebben echt problemen met geluid. En ook regionale luchthavens, daarom kan daar ook veel minder. Minder vliegbewegingen, uh, openingstijden zijn anders. Um, dus uh, wat je zal zien is dat zometeen met stillere vliegtuigen, minder uitstoot, uh, minder um, uh, stank, overlast, dat soort zaken, ja. zal je meer kleinere luchthavens kunnen gaan gebruiken. Dus je mag s'avonds vliegen, je mag, uh, je, mag, je mag veel meer vliegbewegingen maken, ze ja. dus worden misschien nog goed, goedkoper. Dat, dat, is, dat is nu niet zeker dat het kan, maar dat is wel de verwachting. Uh, goedkoper vliegen, kleinere luchthavens, meer point-to-point, -point, meer kle meerdere vluchten. In plaats van, uh, van dat hele grote wat we nu, uh, nu zien. Ja, dat, ja. Uh, dat is een groot verschil. Ja. En het is echt regionale vliegen, regionaal kleine afstand vliegen is best ja. veel. Hè? En ja. dat is echt, als je dat kon, met 20 man goedkoop kan doen. Want hoeveel kost dit ding per uur om dit te vliegen met, met elektriciteit? Ja, op dit moment uh, kost het nog uh, ik denk 80 euro. Uh, maar nee, 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 maar de elektriciteit, wat kost ja, de, elektriciteit? de elektriciteit is, uh, is, is 2,5, uh, 3 euro. Ja. Ja. Ja, op het moment dat die accu's wat langer meegaan, omdat ja. dat allemaal nog niet zo duidelijk is, ja. dan is ook de brandstof is veel goedkoper. Ja. Met, uh, dan zeker, zeker. Ja. En dat geldt ook voor grotere toestellen. Ja, de brandstof zal altijd goedkoper zijn dan, uh, dan fossiel, bijvoorbeeld. Ja. Wel, met kerosine betaal je helemaal geen belasting eigenlijk erop. Hè? Echt, uh... ja. En dan nog is het gewoon elektrisch, is veel goedkoper. Ja, nog steeds is dat goedkoper. Ja. Ja. De, gro de grootste kosten zitten in de batterijafschrijving, maar dat, dat wordt ook elk jaar weer beter. Ja. Ja, ja. Zijn er nog dingen uit deze business voortgekomen? Want jij komt lekker uit de ICT-wereld. Ja. Je hebt nooit ergens last van. Certificering hebben ze nog nooit van gehoord daar in die business. Maar, ja. Je maakt gewoon een app en een website. En als ja. het werkt, is het goed. Hoe vind je, hoe vind je dat omgaan met certificering? Nou ja, dat is misschien ook wel de reden waarom ik in vliegschool ben begonnen. En wij moeten een, uh, wel ons vliegschool inschrijven. Maar het toestel is gecertificeerd. Hè? Dus daar hebben we niet zo heel veel mee te maken. We hebben natuurlijk nu wel, uh, krijgen we vragen van bijvoorbeeld uh, de brandweer, hoe zit dat? Uh, maar ja, dat is, daar, daar hebben we dan mee te maken. Maar in principe is het, is het allemaal georganiseerd al. Uh, dus op dit moment vind ik waar wij in zitten uh, oké. Okay. Maar het, 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 het lastige werk is natuurlijk al gedaan door de fabrikant van het toestel. Ja. Wat ga jij hier doen, uh, zeg maar, als investeerder bij deze vliegschool? Want uh, je gaat eerst je buffet houden, neem ik aan. Ja, ik uh, moet wel weten wat ik uh, ga verkopen zometeen. Ja. Uh, ik, vind, ik vind het heel belangrijk en het komt natuurlijk ook uit mijn oude vak dat uh, de klantbeleving uh, heel erg goed is. Er komt een mooie website, met goed. Ja. Uh... Die website is er hoop ik al. Uh, daar hebben we al hard aan gewerkt. Maar dan wil ik dat je dat je inschrijft, dat je je datum plant. Uh, dat je ook je logboeken automatisch al aangemaakt worden. Uh, dat, je, dat je precies online kan zien waar je nog op moet oefenen. Dat je dan automatisch simulatorlessen kan inplannen. Dus dat je eigenlijk geen papierwerk meer hebt en dat het voor iedereen vooral over de vliegervaring gaat en alle rompsomt eromheen. Heen. die je veel hebt in de, in de vliegerij, heel ja. veel papierwerk, heel veel schrijven, ja. dat willen we eigenlijk voorkomen. Die ga jij wegautomatiseren, nou dat lijkt ja. me inderdaad heel nuttig. Wat ga je nog meer doen, ga je ook de marketing doen of wat is jouw rol hier in de vliegschool? Ja, nou ja, ik doe er dit moment alles wat, uh, wat Evert-Jan uh, niet doet en hij is toch vooral bezig met vliegen en uh, de opleiding schrijven en uh, nou ja, alles regelen rondom wat er met een toestel moet gebeuren. Maar ja, daarnaast ook gewoon het bedrijf. Hè. Wij hebben dus ook gewoon financiën en wij hebben ook marketing en wij moeten ook zometeen HR-zaken gaan regelen. En uh, ja, dat pak ik allemaal op. Dat heb ik ja. natuurlijk allemaal al een keer uh, meegemaakt. Ja, maar je, ben, je kwam van een bedrijf. Hoe is het voor het bedrijf waar je nu weg bent? Hoeveel ja. mensen werken daar? Uh, er werken nu 60 man. Ja, dus dat was een heleboel geregeld. Ja. Dan moet je alles weer op, opnieuw doen. Hoe is dat ja. om weer lekker opnieuw te beginnen met uh, een ja. paar mensen? Ik vind het heerlijk. Je hebt, je, hebt, je hebt aan de ene kant niet de, de legacy of de, ja, de spullen die je eerst had. Maar je kan wel het nieuwste van het nieuwste gebruiken. En weten van nou ja, na zoveel jaar ervaring, van dit zijn de goede spullen. En die zet je gelijk neer. Ja. En hey, kijk, ze zijn bezig daar uh, bij RTL. Kijk eens even daar. Kun je daarheen wijzen. RTL Editie NL is nu bezig om uh, in de live, in de uitzending over jouw vliegschool uh, te praten. Ja. Dus dat, dat zijn er zijn nog wel eens een keer uh, mensen met minder marketing. Dus dat is ook een ja, voordeel. Ja, dat, dat je ja. gewoon nieuw bent. Dat, je, dat, ja. dat is gewoon hot. Van, hoe, kwamen, hoe kwamen jullie bij RTL? Of hoe nou, kwamen ze bij jou? Nou, we, gisteren zijn we naar Groningen gevlogen. En uh, daar was heel veel lokale pers. Um, en ik denk dat zij opgepikt hebben van andere RTV uh, Drenthe en uh, Noord. En dagblad van het Noord stond er allemaal in. Oh ja. En die kijken dat natuurlijk. En uh, die denken van, hé, hey, daar moeten we bij zijn. Dus uh, vandaar. Denk dus kijk, hoeveel uh, nieuwe klanten gaat dit opleveren? Van, uh, het kost 15.000 euro om een brevet te hebben. Met 90 uur, uh, 90 vluchtjes en ja. alles erop en eraan. Ja. Hoeveel hoop je dat hieruit hier uitkomt? Uh, nou, kijk, kijk, wij hebben denk ik dit jaar uh, gerekend op een uh, student of 18 of zo. Dus dat valt heel erg mee. Hè? Ja. We hebben natuurlijk ook het halve jaar is al om. Uh, dus als er hier uh, vier of vijf bij komen, ja, dan, dan zijn we heel blij natuurlijk. Ja. Okay. Nou, jongens. En als jullie dus uh, zeg maar een brevet willen hebben en heerlijk dit kunnen vliegen waar je dan ook maar naartoe wil gaan, binnen een uur. Uh, waar, welke website moeten we dan heen? e Gewoon aan elkaar, of ja. met streepjes ja. ertussen: eFlights.nl Waanzinnig makkelijke website. Ja. Maar goed, een brevet is een beetje een dingetje. Als ik een les zou willen voor les, als ik gewoon zou willen kijken of ik het leuk vind, ja. wat hebben je dan in de aanbieding? Ja, een proefles kost 2,75. En dan kom je hier, dan heb je eerst een uh, nou, uitleg over het vliegveld of uh, vliegtuig. Dan krijg je een pre-briefing. dan taxi naar de baan, dan uh, vlieg je uh, een aantal rondjes, dat is echt 40 minuten. Kom je terug krijg je een debriefing. Je bent in totaal anderhalf uur, twee uur bezig. En dan heb je echt een, uh, ja, dan weet je hoe een les gaat. Ga ik doen. Blijkt ja. me echt heel leuk. Ik wil eens weten of dat wat voor me is, maar ik vind hem lekker zitten. Je hebt mooi uitzicht en uh, dit wordt een groot succes. Dank je wel. Ja, super, leuk. <laughs>